Oost Tosti zeggen. Zo van, Tosti! Of, Tosti! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken in deze nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. Bedankt voor alle reacties en likes die jullie hebben achtergelaten. Jullie vragen nu vast af van, gozer, doe je beeld normaal? Nee, want ik denk ik ben er nu voor staan. Er is een challenge achtergelaten dat ik met mijn beeld zo moet spelen. Aangezien iedereen wou het Eco Challenge, jullie wou challenges, dat we dat in de game ook nog eens extra gingen doen. Dus vandaar, we moeten in de F5 mode spelen. Zo moeten we kills proberen te maken, misschien eventueel zelfs te winnen, wat niet gaat lukken, dat kan ik je nu al zeggen. Dit wil toch niet. En er was ook nog een challenge dat ik alleen maar vlees mocht eten en vis. Dus geen appels, brood, andere dingen. Ik dacht, weet je wat, waarom één challenge doen als je ook gewoon twee kan doen? Weet je, ik bedoel, we gaan het gewoon combineren en dan zullen we zien hoe het gaat worden. Dus ja, we gaan in F5 mode. Als je nu met mij in game zit, dus mensen die nu typen en die ownen mijn hart. Je hebt mazzel, jongen. Je hebt mazzel dat ik zo moet spelen. Je hebt mazzel. Ja, er waren weer leuke reacties achtergelaten. We gaan zo beginnen. Tweede keer dat ik je tegenkom, Guido. Oeh, dat je me tegenkomt. 10 kills, holy damn nice. Dankjewel. Ik vond het ook super chill dat ik zoveel kills had gemaakt. Ik had nog nooit eerder zoveel gehaald, maar goed. Oké, dit is geen chille loot. Dit is lastig, mensen, ook om chest te openen op deze manier. Holy shit, hé. Oké, we hebben iemand die achter me aangaat. Nou ja, leuk voor je. Mag ik dan ook kip eten eigenlijk als ik vlees mag eten? Want vlees is geen kip. Dat is gevogelte. Ja. Ik zag ook in reactie staan wat ik me nu dan... Dan herinner ik me dan als we al in game zitten. Waar ik woon. Nou, ik ga natuurlijk niet mijn adres geven of zo. Vrij logisch. Maar ik woon in Drenthe ergens. Ergens in Drenthe. Daar woon ik. We hebben nog steeds geen wapen, dat is chill. Even kijken. Zullen we samen de Hunger Games doen met Minecraft naam? Nee, sorry. Als ik met jou de Hunger Games ga doen... Dit leg ik eigenlijk bijna elke video uit, hè. Als ik met jou de Hunger Games ga doen, moet ik het met iedereen doen die graag wil. Dus dat gaan we nu niet doen. Hi, ik ben Nupi en ik vond je schattig. Awkward. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen, maar awkward. Oké, op zich, we hebben best goede gear. En ik vind het zo zonde dat we nu op deze manier moeten spelen. Want met deze gear, dit is echt gear waarmee ik zou kunnen winnen. Dit is gewoon, ja... Oh damn, dit is echt chille gear. Hier zit iemand in het huis. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Hier komt ook weer iemand aan. Oh no. Ga er maar niks doen, niks doen. Oké, niks doen mij. Doe mij niks. Nee, ik zeg toch, doe mij niks, man! Laat mij hier gewoon uit. Wat is jullie probleem? For fuck's sake. Waarom gaan ze achter mij aan? Wat is dit? Wat heb ik ze misdaan? Wat heb ik hun misdaan? Lol, kijk mij gebukt zijn. Lol. Oké, nou dit is echt ontiegelijk moeilijk. We gaan gewoon nog een keer een game joinen. We proberen het gewoon nog een keer. Ja, ik ben benieuwd of het nou wel gaat lukken. We joinen nou gewoon de map Iceland. Ah, dit is echt onmogelijk voor... Nee, dit is niet onmogelijk, maar dit is wel echt moeilijk. Met Dylan is ook echt geniaal. Klopt, zie ik ook heel veel reacties over dat mensen het met Dylan erg leuk vinden als hij meedoet. Mijn record is 6. Nou ja, 6. Ik heb er maar 4 meer. Dus ja. Win 1 game met een wooden sword. Dat zou op zich wel kunnen. Waarom heet je kanaalnaam Duffy Games en je Minecraft naam Duffy 13? Als je op internet Cosmo heet en je echte naam is Guido. Oké, dit soort reacties. Daar gaat het gewoon niet eens over hebben. Okay. Nee, weet ik veel. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Sorry. Doe eens de Walls of Hypixel. En daardoor aan de walls vind ik, je moet eerst een kwartier of 20 minuten lang moet je spullen gaan verzamelen. Heb je dat eindelijk gedaan, daarna kan je na een minuut dood zijn. Dus dan heb ik zoiets van, ja, is dat leuk? Nee, dat vind ik dan niet leuk. Dus ja, gebruik één soort armor tot de deadmatch. Dan mag je gebruik één soort armor, bijvoorbeeld lane chain, en tot de deadmatch. Je mag wel elk wapen gebruiken. Die gaan we er ook gewoon nog in gooien. Ik mag alleen één soort armor gebruiken. Neem natuurlijk gold. Als ik al gold krijg, had hij ook zelf nog erbij gezet. Hey. Oh nee, wacht, hier heb ik helemaal niks aan. Nou ja, we nemen het gewoon mee. Ik heb hier helemaal niks aan, maar... Jullie maken het me lastig, mensen, hè. Oh my god. Ik mag nu deze schoenen niet aantrekken. Dus ik heb helemaal niks. Oh mijn god, hé. Hoe wil ik dit gaan doen? Ik mag elk wapen gebruiken, maar ik wil alleen gold gebruiken nu. Want ik kies voor gold. Want ik heb zoiets van, als ik één keer iets aantrek, moet ik het ook aanhouden. Snap je wat ik bedoel? Dus... Oh, ik heb weer niks. Oh wauw.
Ja, ga maar lekker mappen, joh. Ik heb nog helemaal niks, man. Hoe kan je nou überhaupt zo een game winnen, mensen? Wat is... Jullie zijn gewoon niet mij aan het trollen, man. What the fuck? En ik doe het ook gewoon. Dat is misschien nog wel het ergste eraan. Hop, hop. Hoppatee. Oké, okay, hey. Kijk aan. Dit mag ik wel aantrekken, want ik ga natuurlijk voor goal. Oké. Okay. Alsjeblieft, laat hier een wapentje even in zitten. Nee, ik neem het gewoon mee dat andere mensen niet kunnen pakken. Ik zou het zelf alleen niet aan gaan trekken, helaas. Ik krijg die er nu bij. Mooi zo. Oh, ik mag natuurlijk ook alleen vlees eten. Hè? Die challenge moet ik natuurlijk ook niet vergeten. Dus ik moet en zo spelen, en ik mag alleen maar vlees eten. En ik mag maar één soort armor aan. Jemig. Oké. Ik voel me een beetje een gele Power Ranger, zeg maar. Hier is een chest. Ja, hier is een chest. Mooi zo. Oeh, kijk. Dat vind ik wel chill. Ik weet dus niet zeker of dat waar is wat men... Oh, die vis moet ik ook meenemen. Of mensen zeggen dat het, of het waar is natuurlijk. Of je wooden sword even goed als een stone sword. Dus vandaar dat ik gewoon nog een stone sword meeneem. En hem ook gaan gebruiken. Dat is vrij logisch namelijk. Goed, we zullen zien. Zijn hier geen chesten meer? Kom op. Je kan niet... Ik... Oh my god. Ik moet toch minimaal nog wel wat beters kunnen vinden. Of eventueel... food of zo. Alsjeblieft iets. Kom op. Nee, niet. Oké, nou dan niet. Dan gaan we gewoon voor de kills. Niet dat dat gaat lukken, denk ik, op deze manier, maar goed. Oh, hier is een chest, hier is een chest. Oh, wel eten. Kijk, dat is dan wel weer mooi. We hebben wel weer eten hier aan. Alles ziet er zo raar uit als je vanaf bovenaf doet, zeg maar, hoe we het nu doen. Goed, oké, hier ergens rent iemand rond. Goed, dan gaan we die... We gaan hier proberen onze kill te pakken. Loop nou ergens hier al. Loop nou een beetje hierheen. Zo, zo, zo. Oh, daar zit hij. Oké. Okay. Heeft hij nou een iron body aan? Hij rent achter iemand aan, oké. Okay. Oh, hij heeft een iron plate body aan. Wow, ook al deze mobs hier, jongen. What the heck. Gozer, kom eens hier. En nu ga je niet wegrennen, jongen. Nu ga je niet wegrennen. Kom hier. Oké, okay, we hebben weer een kill gemaakt. Mensen vragen me niet hoe ik dit doe. Maar het is gelukt. Oké, okay, heb ik iets beters? Ja, ik heb een knockback sword. Nou, die kunnen we sowieso gaan gebruiken. En ik ga me... Ja, nee, dit mag natuurlijk niet. Ik wou mijn iron gaan omswitchen voor gold, maar dat vind ik niet leuk. Want ik heb natuurlijk gekozen voor gold aan te trekken. Dus ik hou het echt bij dit. Ik vind het erg jammer. Maar goed, ik wil het wel zo legit mogelijk spelen. Ik wou zeggen, ik switch het om naar iron. Maar dat vind ik niet eerlijk als ik dat nu ga doen. En dat maakt denk ik de challenge ook minder leuk. Ik heb gekozen voor gold, dan moet ik ook met gold blijven vechten. Er leven nog 10 mensen. We hebben 2 kills. En ik schat mijn winkans 0 in. Normaal zou ik zeggen van, nou, we hebben wel zo'n kans om te winnen, maar dit is zo lastig, mensen. Oké, goed, we gaan gewoon lekker rustig door. Even kijken. Het is ook irritant als je nu een berg op gaat, zeg. Hup, hup, hup. Oh, wauw. Mensen, doe wel maar even een extra like als het kan. Nee, dat kan helemaal niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Vergeet helemaal niet even nu een extra like aan te klikken. Want het is natuurlijk wel even een stukje moeilijker dan het simpele... gewoon te spelen. Hoewel ik dat heel graag zou willen weer, dat mocht, maar... Ik ben ook een man van mijn woorden, dan ik blijf nog zo spelen hoe we nu spelen. Hier is nog een chest. Misschien zit hier golden leggings in? Nee. Oké, dan gaan we door. Ik mag toch geen brood maken, dus ik heb ook niks aan dat wheat. Nou ja, en nu, hoe kom ik hier uit? Dat is nu weer de vraag, nu natuurlijk. Ik wil gewoon blokglitch hier. Oh! Hoppatee. Kom op. Juist. Ja, dit mag eigenlijk niet, mensen, maar het lukt, hè, dus dan kan het gewoon. Oké, wacht, word ik beschoten? Ik dacht even dat ik werd beschoten, maar dat zou dan wel mij hebben gelegen. Ik heb niet zo heel veel eten meer, omdat we alleen maar rauw eten mogen eten, natuurlijk. Of nou, rauw. Oh, hier is ook nog een kist, mooi zo. Eten? Nee, ja, vis. Oké, ah, hier is weer een huisje, oké. Ja, hier zijn we een keer eerder eens in het huisje, toen zagen ik iemand... Heel diep in de grond glitchen, zeg maar. Hier snapte ik de uitgang toen niet te vinden, zeg maar. Hoppet. Auw. What the heck? Waarom sprong? Dit is... Zelfs de jumps zijn moeilijker door dit. Hoppatee. Oké. Deze al geloot. Oké. Mijn kompas wijst naar dat daar ergens iemand... Oh, daar zitten mensen daar. Ik zie de naam al. Even kijken. Hier zitten mensen. Oké, we hebben hier te maken met een teamer.
had full gold. Oké, okay, dat is wel heel laag dat ik door iemand wordt vermoord die helaas helemaal geen eens armor aan had. Maar goed mensen, we hebben 3 kills gemaakt. Dus ons record staat nu op deze manier te spelen 3 kills. En ik denk dat we misschien nog wel een keer beter kunnen. Dus ik denk dat we gaan gewoon nog een keer spelen. En hopelijk lukt het om nog meer kills te pakken. We kiezen daarvoor even weer een... Op zich deze map is wel fijn, alleen ik wil toch een andere map doen. We gaan even een map joinen die al... Oh, ik wou zeggen die bijna vol zit, maar dat mocht dus niet. We gaan peak. Peak. Die spelen we niet zo heel vaak. Ik wil toch een keer winnen natuurlijk, hè. Ja, niet dat lukt op deze manier, denk ik. Maar geloof jezelf, het gaat lukken. Oké, het gaat lukken. Dus wil ik hem de andere Hunger Games gaan doen, want ik vind deze een beetje saai worden. Nou, zoals ik al eerder heb uitgelegd, als er een server is die net zo werkt als Hypixel, wat gewoon super chill is, dan ja. En tot nu toe heb ik er nog niet echt een gevonden waarbij het echt, echt chill is. Ik had de reactie achtergelaten bij de Bell Challenge. Als er geen bel was, mag je gewoon een zwaard gebruiken. Maar dan vind ik verder een potje wel bel moet vechten. Ja, oké, maar ik heb zoiets van, als ik iets niet mag, dan wil ik eigenlijk ook het hele potje niet doen. Zoals net ook, ik had net best een Iron Armor aan kunnen trekken. Maar ja, dan zou ik de challenge verbreken, zeg maar. En dat wou ik niet. Wat staan we hier irritant, zeg. Jemig. Ik sta heel dicht op mezelf. Oké. Heb ik geen kids geselecteerd? We doen het gewoon nog een keer. Just for sure. Oké. Dan gaan we dan 3, 2, 1 en go. Een nieuw potje. Weer met deze manier van spelen. Oké, voedsel, dat is belangrijk op het moment. Gold, ja. Oké, goed. Oh, ik heb geen gold. Oké, dan bewaar ik... Oh! Ik dacht ik kon hem wel mappen of zo, weet je. Maar dat mocht dus helemaal niet. Dan gaan we dit huis in. Oké, dit is lastig. Zit hier iets? Ik heb nog nooit zo'n huis moeten looten. Gamer. Even kijken. Hoe ga ik dit in godsnaam... Oh, hier is een chest. Wooden sword, oké. Wow, het is hier gezellig druk. Oh, rustig aan, rustig aan, rustig aan, zeg. Hey, doe even chill, man. We hebben hier weer een stel teamers. Maar ik ga ze gewoon hunzelf uit laten schakelen, denk ik maar. Ja, dit bedoel ik dat dit... En als mensen zich nu nog afvragen waarom ik het zielig vind als mensen gaan teamen. Dit is dus de reden. Eigenlijk is dat nu gewoon... Deze opname is eigenlijk nu gewoon verpest. Omdat gewoon je niet eens verder komt dan eigenlijk de spawn uit te lopen. Eén chest te looten en je hebt een team wat op je gaat zitten. Maar goed, ik ga gewoon lekker nog een map spelen. Ik wil niet al te grote map hebben op het moment. Aangezien het pittig lastig is. Valley. Zo, daar gaan we dan. Dit is voor mij de vierde map al dat we dit deze aflevering doen. Of de derde, vierde? Ah, maakt het helemaal niet uit. Het moet gewoon lukken. 3 kills ons record. Ik moet meer halen. Het moet. Fact, I don't team. Je mag hopen van je ook voor je van niet. Dat je een team praat. Jongen, jongen, jongen. Goed. Up, start die game. Oké, deze skin. Wat? Een gekke diamond skin. Wat? Oké, nee, het kan gewoon. Iemand liet ook een reactie achter. Oost Tosti zeggen. Zo van, Tosti! Of, Tosti! Wat? Hoe kan je nou boos Tosti zeggen? Wat? Nee. What the fuck? Nou, ik hoop dat je nou, if I'm watching you. Huh? Nou, je doet maar dat je naar mij gaat kijken. If I'm watching you, oké. Nou, dan doe je dat lekker, joh. Daar word ik niet anders van. Ik vind het wel leuk als je naar me komt kijken. Nee, ik moet eten hebben. Oh my god. Oké. We gaan deze keer... Dit wordt ons target. Deze Noah. Bob, kom hier. Noah! Nee! Fucking no cheat again. Kom op, kom hier Noah. Noah. Noah.
Omg. 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 Deze Noah, jongen. Echt waar. Ik haat hem. Dan heb ik iemand die op mij gaat lopen hitten. What the heck? What the heck gebeurt hier in één keer, joh? Oh my god, oh my god, oh my god. Ik heb geen eens eten, want ik mag dit eten niet gebruiken. En dan ben ik zo meteen al dood. Dat kan niet anders. Ik krijg nu geen hartjes er meer bij. Dit is onhaalbaar. Zal ik gewoon gaan... Nee, ik ga niet cheaten. Ik wou zeggen, zal ik gewoon wortels gaan eten, maar... Oké. Dit is dus de challenge, hè? Hier is al iemand geweest. Ja, vrij logisch. Hier is iemand geweest. De game is al best een tijdje bezig. Oh, we vinden rauw pork chops. Mijn redding. Ook al hield het maar een klein beetje honger erbij. We hebben toch even kunnen eten. En we gaan alsnog door voor een kill. Kijken of het lukt in ieder geval. Mensen, het is gewoon niet gelukt vandaag. Het lukt gewoon amper op deze manier om een kill te maken. Ik hoop toch dat jullie ervan genoten hebben van deze aflevering. Ik heb het geprobeerd, tot 4 keer toe volgens mij. En het is tot 4 keer toe niet gelukt. Onze record is op 3 kills op deze manier. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om een like achter te laten. Vergeet niet op abonneren te klikken. Heb je nou een leuke challenge of heb je zoiets van, probeer dit eens. Laat het gewoon weten. Misschien doe ik het wel. En dan zie ik jullie morgen weer, mensen. Later.